Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups and Down. Het is hier stil, het is hier stil en het is hier stil. Jordi is naar school. Ik heb Liam en Sam weggebracht. Sam moet dus 11:30, 11:45 ophalen. En Liam moet om 12:00 ophalen. Dus al met al, ik heb even de tijd. Wat ga ik in die tussentijd doen? Ik ga eerst eventjes daar een broodje eten. Even zitten. En dan ga ik eventjes kijken voor de kleding van de kinderen. Want Jordi past het een en ander niet meer, wat Liam dus nu weer wel gaat passen. En hetzelfde verhaal met Sam en Liam. Dus daar ga ik even mee aan de slag. Liam en Sam zitten ook een heel eind aan dezelfde maten. Dus ik denk dat ik gewoon alles in één kast ga doen. En dan de hele helft voor Liam en de andere helft voor Sam. Ik denk dat het zoiets gaat worden. Dus dat. Maar eerst ga ik even iets eten. En je hoeft mist iedereen. Het is stil. Maar ik heb daar nog kleding wat ik moet opruimen. Maar ze vindt het maar stil. Ondertussen ga ik even verder niezen en brood smeren. En dat. Nou, ik heb de kledingkasten zover klaar. En ik sta nu bij het schooltje van Liam te wachten. Sam heb ik net opgehaald. En ben met de auto omdat het regende. Dus Niels die zei, doe even normaal, ga niet lopen. Ga even met de auto. Prima, doen we dat. Dat dus. Hé, jongen? Ja, hè? Lekker happen, hè? Nom. Dus ja, we gaan even wachten. Moet een kwartiertje wachten. Ik haal Jordi op. Supergoed gegaan vandaag. Heeft hij gewoon gevallen, heeft hij tand door de lip. Heel zijn lip dik. En thuis heb ik natuurlijk alles om het te behandelen. Want ik heb sulometasoline. We hebben Jordi dus opgehaald. Met een dikke lip. Nou, gaan we thuis maar lekker een ijsje eten. We zijn even aan het eten. Ja, nu wel met een filmpje. Want mama had geen zin in gezeik. We zijn aan het oefenen, hè. Zie je happen? Hap. Goed zo. Noem maar lekker oefenen, jongen. Goed zo, Jordi. Goedemorgen. Wat een nacht, wat een nacht. Noem maar lekker neerzetten. Jordi die heeft vannacht buikpijn gehad. Niels en ik hebben hem geholpen. Niels heeft het voornamelijk overgenomen. Ik heb echt last. Echt last. Dat dus. Oh. Jordi had buikpijn omdat hij die chronische buikpijn heeft. Laten we het even zo noemen. Er zijn hier nog twee andere kinderen verkouden. Liam en Sam. Maar ik ga heel eventjes Sam van mijn eigen afhalen. En dan drinken. Ben je klaar met drinken? Ik ga Sam even van me zorgen dat hij van me afkomt. Want ik kan dit niet. Ik trek dit niet. Ik heb heel veel gedaan. Ik ben nu met de kinderen in bedden bezig. Ik heb alle was weggewerkt. Nu zijn die andere twee in de douche. Niels heeft natuurlijk ook nog gewerkt. Je hoort Jordi huilen. Bijna bedtijd. Ik heb niet veel gefilmd. Dat is een van de redenen. Een hele goede morgen. Niels heeft net Jordi bij ons in bed gelegd. Sam die is ook al wakker. Die zit televisie te kijken. Liam die slaapt als het goed is nog. En wij zijn even aan het koelen met Jordi. Er is een tijd geweest dat wij heel veel zo lagen. Nou wil hij dat niet. Hij zegt nou papa ga weg. Ik wil bij mijn mama zijn. Oké. Maar er is een tijd geweest dat Niels en ik elke ochtend zo lagen met Jordi. Toen was Jordi nog alleen en echt nog klein. Toen vind je papa gewoon te vervelen. Stiekem vind je het wel heel leuk. Wij gaan nog even verder koelen en dan is het tijd om op te staan. Oh, trouwens, gisteravond hebben we boven
of we hebben beneden van alles nog gepoetst. We hebben Jordi nog geholpen. Die had buikpijn. Dus ja. We hebben het druk gehad. En na Jordi is Liam aan de beurt. Ja, baby. Ja. Hij kwam even om te vertellen dat hij wil knuffelen met mama. Dus dan gaan we even knuffelen. Lekker toch? Prima. Niels heeft Sam en Jordi al mee naar beneden. En wij doen nog even knuffelen. Hm? I will be Ja. We gaan nog even door met knuffelen. En het is weer zondag. Lekker ontbijten. Lekker papa? Mm-hmm. Jee. Ik ben eventjes gauw naar de winkel geweest. En mijn ouders komen straks op bezoek. En die eten mee. Dus wat eten we? Ik heb hier varkenshaas en kippendijkfilet met champignonsaus. Die staat aan. Even op high, daarna op low. En dan heb ik hier mijn witlof die ik ga koken. En ja, ik kook mijn witlof met suiker en boter. Heb ik geleerd op de koksopleiding. En alleen op die manier vind ik ze lekker. Daarnaast doe ik ze dadelijk dan met ham en kaas. Dus ja. Maar op die manier lus ik ze alleen maar. Dus ja, dat. En daar eten we dan iets van een aardappel bij. Ik heb aardappelkroketjes en ik heb iets met gekruide aardappelen. Dus dat is wat we straks eten. Dus ik ben nu alvast een beetje aan het maken. Zodat ik het fornuis niet meer hoef te gebruiken. Kan ik mijn keuken daar ook opruimen, et cetera. En dat is weer klaar. Dus dat. Sam ligt op bed. Liam ligt op bed. Maar Liam ligt lekker te speulen. En Jordi is hier beneden, zoals jullie horen. Die is hier voor ons aan het kijken. En dadelijk even kleren pakken voor iedereen. Mijn was opvouwen, et cetera. En dan komt mijn ouders alweer bijna. En we gaan het volgende griepje weer in. Meneer heeft koorts. Yay! I love it. Oké, ik heb de video van dit weekend heb ik een beetje al zitten editen. Ik heb niet veel gefilmd, daar heb ik een goede reden voor. Ik voelde me eigenlijk gewoon niet lekker. Nee. En ja, dat is gewoon zoals het is. Dan daarbij is Liam vandaag ook ziekjes geworden. Ja. En we dachten dat hij oorontsteking had, omdat hij continu naar zijn oor greep. Dus je hebt het nog even... Naar de huisarts op pas geweest. Ja, om het te laten controleren. Inmiddels ligt hij ook weer in bed, ligt hij te slapen. Dus ja, we gaan het zien. Morgen gaat hij in ieder geval niet naar schooltje toe. Want met koorts en paracetamol gaan we de kinderen niet wegsturen. Nee. Dat is gewoon iets, dat mag sowieso niet. Maar dat is ook iets wat wij absoluut niet doen. Zolang er koorts of paracetamol ergens op een dag gegeven moet worden, dan blijven ze gewoon thuis. Dus ja, dat is zoals het is. Mijn ouders zijn op een gegeven moment naar huis toe gegaan. Toen ben ik hier gaan opruimen en alles. En ik heb voor Jordi vanmorgenochtend alles alweer klaarstaan. Dus ik kan morgen gewoon Jordi wegbrengen. Liam en Sam gaan gewoon mee uiteraard. Maar ja, ondanks dat ik even naar de winkel moet en Jordi moet wegbrengen en ophalen, zijn we verder gewoon thuis. Dus. Jee. Dus ja, zo gaat het gewoon even lopen nu. Dus bij deze, wij gaan ook lekker naar bed. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.